eerste instantie mee te vallen in de omgeving van Nijmegen. Maar toch gaf het KNMI ook voor Gelderland tot 10 uur code geel af vanwege dichte mist. De mist zorgde maandagochtend niet alleen voor flinke vertraging op de weg, maar ook voor heel bijzondere plaatjes. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.